Jort Kelder was laatst flink geprikkeld te zien op televisie toen Art Rooijakkers hem bleef doorzagen over zijn aangeleerde kakkersaccent en zijn liefdesleven. En in een herhaling van Zette had Jort gisteravond absoluut geen zin toen hij aan tafel zat in de matig bekeken talkshow Marcel Gijs. Op een gegeven moment rakelt gastheer Gijs Groenteman op: ik zag laatst een heel zielig fragment. Toen was je te gast bij Art Rooijakkers over dat je de liefde een soort van opgegeven hebt in je leven. Jort, is dat zo? Ik heb dat niet gezien eerlijk gezegd, maar ik heb het wel gehoord. Gijs, je weet toch dat je Art Rooijakkers ontmoet hebt? Hij was bij je over de vloer. Jort, dat was twee maanden geleden. Het was een koud voorjaar, in maart. Gijs, ja, praat er maar overheen, maar jij had de liefde opgegeven. Gijs vraagt door: Heb je de liefde opgegeven in je leven, Jort? Jort, nee, nou. Ik ben alleen, maar. Nou alleen, ik ben eigenlijk helemaal niet zo alleen. Gijs, want. Jort, want. Dit gaat je toch helemaal geen flikker aan, man. Ik heb helemaal geen zin hierover te praten. Dan haalt Jort terloops de geruchten over Gijs vermeende vreemdgaan aan: Ik hoor dat jij de hele tijd van vrouwen switcht en zo. Ik zou wel eens willen weten hoe je dat doet dan. Gijs, ik moet er niet aan denken, heel eerlijk gezegd, Jort. Maar, wat wou je zeggen? Jort, nee, ik wilde eigenlijk niks zeggen. Juciena Yvonne Koldewijer bracht anderhalve maand geleden, als bijvangst, naar buiten dat Gijs een affaire zou hebben gehad met Volkskrant Beeldcolumniste Jip van den Toorn. Bijvangst, omdat haar juice eigenlijk ging over de ruzie tussen Mark-Marie Huibrechts en Aaf Brand Corstius. Hun breuk zou tot stand zijn gekomen door die affaire. Vanwege het vermeende vreemdgaan zou Aaf namelijk tijdelijk zijn ingetrokken bij Mark-Marie, waarna ze onder één dak stomende ruzie kregen met elkaar. Nog altijd doen alle betrokkenen heel geheimzinnig over wat er gebeurd is, Mark-Marie werd zelfs pissig toen Eva Jinek hem in haar talkshow naar die breuk vroeg.